Welkom dames en heren, eindelijk weer een career mode video. Ik heb deze al staan sinds 3 april, maar ik heb het gewoon toen niet geüpload. Ik had er toen geen zin in, maar nu heb ik er weer tijd voor. Ik zal proberen wat te variëren. Ik heb ook gezegd, straks ik op de 600 zat, zou ik het zo'n setup-achtig iets doen. Ik weet nog niet of ik de 600 zit, dan moet ik echt nog kijken. Maar misschien dat er deze week een enkele dag geen upload komt. Ik heb nog wat tentamens en dat is nogal veel gedoe. Aangezien dat redelijk veel leerwerk is. Maar we hebben een wedstrijd tegen Norwich City. En na 16 minuten wordt Neymar door Ronaldo diep gestuurd. Zes schot belandt via de keeper op de paal. En Ronaldo pikt hem dan op aan de linkerkant. Gaat met een scoopturn langs de verdediger. Schiet dan, zijn schot wordt geblokt. Maar Oscar pikt dan de rest op. En maakt er 1-0 van. Hij hoeft hem alleen nog maar in een leeg doel te schieten. Maar prima actie. Goed druk gezet door de Norwich verdediging. En Ronaldo zorgt ervoor dat Oscar hem eigenlijk alleen nog maar binnen hoeft te tikken. Dat was al een prima schot en een goede redding van Ruddy. Maar Oscar is daar gewoon de restjes op te pikken. En dan staan we 1-0 voor na 18 minuten. En dan gaan we daarna druk zetten als Ronaldo hier Basson compleet gek maakt. Krijgt hem iets te veel ruimte van hem. En schiet dan heel krachtig de 2-0 in de touwen. Zo staan we 2-0 voor dus. En dat ging prima tegen Norwich. Gewoon veel druk zetten. De pressie naar voren. En ja, je merkt het. Het betaalt zich af. En we staan dan 2-0 voor. En dan hier zo heeft Markley de bal. Markley geeft hem een slag van rust aan Bale. Bale heeft hem wat ruimte en schiet hem met links verwoestend in de kruising. Prima goal van Gareth Bale. Die steeds wat meer doelpunten begint te maken de afgelopen tijd. En dat is zeker welkom. En dan hoef ik niet afhankelijk te zijn van Ronaldo, Neymar of Pinto Chavez. En ik vind sowieso dat Bale gewoon chill speelt. En de rol die hij nu heeft als linker middenvelder in de 3-4-3. Maar zo staan we dus 3-0 voor op slag van rust. En dat is ook hoe de wedstrijd eindigde. Het was een goede wedstrijd op zich. Makkelijke eerste helft, waardoor je de tweede helft geen moeite meer hoeft te doen. Oscar Man of the Match met een 9,7 rating. Wat natuurlijk fantastisch is. Concurrenten kwamen niet echt in actie. Behalve de Spurs die 1-0 winnen bij Leicester. En ja, City 2-0 bij West Brom. Maar ik beschouw hen niet echt als een concurrent. Komt ook gewoon door hoe ik in het algemeen tegen Manchester City kijk. Maar ik krijg geen extra geld van het bestuur. Ondanks dat ik daar wel om vroeg. En er is een speler geblesseerd, kortom over 8 dagen. Wat op zich niks groot is, maar hij wist wel de wedstrijd tegen QPR. Ik had ook wat biedingen gemaakt voor verdedigers, zoals Varane kon je daar zien. En een leenaanbieding voor Yassine Benzia. En ik ga dat doen. Want hij speelt niet heel veel bij mij. Het zou heel veel ruimte vrijmaken in lonen. En ik had zoiets van, dan komt hij weer vrolijk terug. En dan kan ik volgend seizoen altijd nog kijken wat ik daarmee doe. Maar ik simuleer de wedstrijd tegen QPR, want ik verwacht dat ik die gewoon win. Ze staan vrij laag in de rankings. Ik had zoiets van, dat komt wel goed. En dat gebeurt ook. 4-0 door 3 doelpunten van Ronaldo en eentje van Bill. Zorgt voor een makkelijke overwinning. En eindelijk weer een clean sheet. Die ik toch redelijk vaak pak. Weet je, niet elke wedstrijd. Maar ik denk dat ik het nog overdrijf. In enigszins van hoe vaak ik wel niet voor een clean sheet verwacht. Maar ik had ook een aanbieding gemaakt. Chris Smalling ruilen voor Aymeric Thiony. Hij is ook een random generated speler. 22 jaar, 78 rated centerback die al 11 miljoen waard is. Dat is al vrij wat geld. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat, daar ga ik gewoon voor. En je ziet er ook contract offer accepted. Dat duurt ook om ik zo meteen. Maar ik had ook twee rechtsmiddels geprobeerd te fixen, want ik mocht Walcott totaal niet. Skeletto, 26 jaar, 84 rated. Ik heb eerder met hem gespeeld in andere career modes. Heel chill rechtsmid, goede voorzet op hem. Gaat makkelijk langs zijn mannetje en veel beter dan Walcott. En ook Eduardo Salvio, 25 jaar, 85 rated, 16 miljoen waard. Hij is heel erg chill. En Skills was een grote fan van hem, dus ik dacht ik ga hem eens kijken. En zijn stats zien er redelijk veelbelovend uit en lijkt veel meer te kunnen dan Walcott. Maar daar zo maken we de signing van Aymeric Thiony. Ik denk niet dat hij het echt bestaat. Hij doet me wel denken aan een andere verdediger die vroeger was, Siani. Vond ik altijd wel een chille speler. Maar we hebben een wedstrijd tegen Leicester City. In de FA Cup. We spelen uit. Spelen we. En ik had zoiets van, ik heb geen idee wie ze zijn. Althans, ik kende geen van hun spelers. Dus ik had zoiets van, nou, weet je wat, ik ben benieuwd hoe dit gaat. En ik verwacht hier gewoon een makkelijke overwinning. Ik maakte wat aanpassingen aan de opstelling. Ik speelde niet met het hele A-team, want sommige spelers waren gewoon moe. Dus dan kan dat ook niet. Maar het was nog steeds een team dat makkelijk zou moeten winnen. Bij Leicester. Maar het ging niet helemaal volgens plan, want ze beginnen hier goed. Nugent krijgt hier de ruimte om te dribbelen. Geeft dan een goede lob de 16. Geeft hem een foot touch. Zijn kopbal wordt nog gehouden door Courtois. Maar dan kan Drinkwater binnen tikken. En zo staan ze al brutaal na 3 minuten met 1-0 voor. Prima goal van hen. De kopbal was krachtig en daardoor kon Courtois alleen nog maar redden. Helaas viel hij voor de voet van Drinkwater. En diezelfde Drinkwater maakt hier ook gewoon de 2-0. Na 23 minuten staan zij gewoon met 2-0 voor.
heel goed van hen, maar op slag van rust komt er dan toch nog een wapenfeit van ons. Als Ronaldo hier de verdediging compleet gek maakt, doet hem fake Rabona, maakt daar de verdediger mee in de war en schiet hem dan hard binnen in de verre hoek. En zo krijgen we een aansluitingstreffer op slag van rust, zijn 29ste van alle competities. En het is 2-1 en dan heeft hier in de tweede helft Pinto Chaves de bal. Die geeft hem aan Verratti. Verratti geeft hem aan Neymar. Die gaat om St. Ledger heen en die schiet hem keihard binnen. Keeper kan daar onmogelijk wat aan doen. En zo maakt Neymar zijn 10e in alle competities en de 2-2 in deze wedstrijd. En vanaf dit punt zat ik er bovenop. Veel druk gezet, veel meer kansen dan ingecreëerd. En dat liet zich op een gegeven moment ook merken, want dat ging echt heel hard vanaf de 2-2. Ook hier zo, Alamo Cruz geeft de bal mee in de loop van Bill. En die mag na 65 minuten de 3-2 maken. En zo staan wij voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. Gareth Bale, die zoals ik al zei steeds vaker zijn doelpunten meepakt. Alamo Cruz, die ook een erg chille aankoop lijkt te zijn. En zo staan wij voor. En dan gaat het daarna nog harder. Want Alamo Cruz geeft de bal hier aan Ronaldo. Ronaldo gaat dan buiten zijn, langs St. Ledger. Ronaldo die dribbelt zichzelf dan de 16 meter en besluit dan nog buiten om te gaan. En schiet van afstand in de verre hoek binnen. Buiten het bereik van de keeper en dat is de 4-2 in deze wedstrijd. En je verwacht dan ook dat dat de beslissing is. Want 4-2 in de 71ste minuut met het team dat ik heb tegen een team als Leicester City. Dat mag nooit meer fout gaan. En ik zal alvast verklappen, het gaat ook niet meer fout. We winnen deze wedstrijd met de 4-2. Een belangrijke overwinning. We gaan ook door in de FA Cup nu. Maar we hebben nog genoeg te doen, want we zitten nog steeds in de transferperiode, zoals jullie waarschijnlijk wel door hebben zullen gehad. En dat betekent dat er ook nog aanbiedingen zullen komen. Daarom heb ik het laatste stuk ook een beetje doorgespot, zodat jullie gewoon kunnen zien wat er tussen wedstrijden door gebeurt. Contract offer accepted van Schelotto. Ik besloot hem niet te nemen, want ik wilde hopen, ik ging hopen eigenlijk dat Salvio door zou gaan. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat, we merken wel of dat gebeurt. En dat gebeurde ook. We ruilen Walcott voor Salvio. Want het is heel chill, want ik had natuurlijk geen geld. Het is toch fijn dat ik dan het nieuwe rechtsmid kan fixen. Maar hij heeft een goede dribbel op zich. 4-star skills, 3-star weak foot. Kan ook als linker middenvelder uit de voeten. En dat zal erg welkom zijn. Maar ik wil wel zeggen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik hoop dat jullie genoten. Verwacht ergens donderdagmiddag waarschijnlijk zo'n setup video. En dan zie ik jullie tegen die tijd weer. Drop een like als je genoten. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Dan zie ik jullie dus later. Joe.